Het is weer tijd voor onze wekelijkse serie over Rachid. De jongen van Marokkaanse afkomst die als zanger van het Nederlandse levenslied probeert door te breken. En het is nog niet eens zo lang geleden dat hij... Zondagmiddag op het voetbalterrein, dan komt het eerste weer bij elkaar. Ik speelde centraal, voorin, spits. Mijn rol was eigenlijk meer, en dat is bij mij altijd al zo het geval geweest, ik laat anderen beter voetballen. Elke week dan willen wij weer winnen. De eerste helft dan staan wij al voor. Maar ook al hebben wij verloren, nou... Het feest bij het eerste, dat gaat altijd door. Maar voetballen is niet het enige dat Rachid doet. Hij schrijft het clublied voor de vereniging op de muziek van Frans Bauers, Een dag uit duizend dromen. Door het succes dat hij daarmee boekt, besluit hij zijn voetbalschoenen te verruilen voor een microfoon. Het was altijd zingen voor mezelf, een beetje neurien, proberen teksten te schrijven. Maar hier bij Grenswachters eenmaal aangekomen, merkte ik dat er gewoon meerdere voetballers bij zaten die ook wel van zingen hielden. En na de wedstrijd, onder de douche, in de kantine, gewoon even samen een liedje zingen. En zo ontdekte Rachid waar zijn kansen wel liggen. Het is een amateur met voetballen, maar ik denk dat hij met zingen wel iets meer kan brengen. Ja, Grenswachters. Of hij nou voetbalt of zingt, hij paste al gauw in de groep. Ik weet het nog goed, de eerste avond dat hij meetrainde, bestelde hij een chocomel. En wij allemaal lachen van Mietje en bla bla bla. En na 10 minuten was hij al geaccepteerd als gewoon een echte grenswachtman. Vandaag brengt Rachid als vanouds het clublied tegen horen in de voetbalkantine. En ze zijn hem nog niet vergeten. Ja, grenswachters. Ik kom nog regelmatig hier bij grenswachters. En als ik binnenstap, dan wordt dat niet altijd weer opnieuw te horen gebracht. Ze zingen het allemaal weer mee. En iedereen kan het. En vooral aan mijn gevolgen hebben, dan is het, ja, dat is gewoon super. Super plaat is gewoon. En het mooiste is dat dat liedje, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon echt heel putkend, dat nummer. Overal waar we kwamen, dan hoorde je eigenlijk dat nummer. En iedereen kon hem zo makkelijk meezingen. Ja, grenswachters, de club van duizend dromen, samen zijn... Wij goed terechtgekomen, samen zijn. Wij goed terechtgekomen, samen zijn. En worden kampioen. Het was leuk om hem weer terug te zien. We hebben lekker gevoetbald en hebben geweldig gezongen. En ja, ik vond het heel gezellig. Ik vond het superleuk dat hij aan ons nog gedacht heeft. En ja, zoals altijd, hij blijft terugkomen. En we gunnen hem het allerbeste. Wij gaan door. En kampioen. Jongens, we gaan hem horen. De Yellow Green Boys, dank jullie wel. Dank je wel. Ja, klas jongens. Tot zover deze uitzending van Dicht bij Nederland.